Ik ben Ingmar Voerman en in 2008 heb ik de diagnose MS gekregen. Ik had nog niet echt een plan voor mijn verdere leven, zeg maar. Ik was nog geen 30. Maar je bent wel genoodzaakt om verwachtingen misschien een beetje bij te gaan stellen. Anders word je keer op keer teleurgesteld. Het kan gewoon niet altijd meer groots en meeslepend zijn. Ik kan niet lang lopen. Ik merkte dat mijn spraak veranderde, dat ik anders articuleerde. Ik heb echt letterlijk bij een logopedist opnieuw leren praten. Kijk, ik kon nog wel praten, maar niet meer in de snelheid waar ik dat eerder mee deed. Ik heb een traject net gehad met een psycholoog, omdat ook bijvoorbeeld op bepaalde punten merken dat er toch een bepaald verdriet zit wat er niet uitkomt, wat ik ook niet toelaat om eruit te komen. Af en toe voel ik frustratie of woede door hele random dingen, omdat je van gewoon onhandig ben en je fijne handmotoriek laat je vaak dingen kapot vallen. Kim is heel belangrijk voor me als steun en ook een stukje acceptatie waarbij zij gewoon zegt, ga het nou maar doen, dan wordt ons leven ook weer makkelijk. Dat was bijvoorbeeld met een scootmobiel het geval. Daar was ik begin 30 niet happig op om op te gaan zitten. De eerste 3 jaar na mijn diagnose ging ik echt heel hard achteruit en moest ik constant, moet je gewoon weer je kaarten opnieuw schudden en aanpassingen doen en wat dan ook. En die situatie hoop ik niet snel weer mee te gaan maken, omdat dat een bepaalde onrust in heel je leven veroorzaakt en alle zekerheid soort van onder je wegslaat. Mijn grootste angst, en ik denk dat menig ouder met MS dat met me zou delen, is dat je niet op een gegeven moment niet de vader kan zijn voor je dochter, voor je kinderen, die je zou willen zijn.